allemaal. Het is vandaag weer tijd voor een Niels zijn favoriete video. Ik zit met sleutels in mijn handen, dus denk ik, wat rinkelt er hier? Ik zal ze even wegleggen. Ik heb licht aangedaan, want het is echt super donker buiten. En ja, ik krijg het niet helemaal lekker ingesteld, dus bear with me. Maar het is tijd voor zijn favoriete. Ik heb het al een tijdje eerder een keertje gedaan, waarin ik zijn favoriete speeltjes, maar ook dingen die ik heel handig vind om te gebruiken, rondom Niels, zeg maar, laat zien. En vandaag heb ik er weer eentje. Hij is inmiddels 11 maanden. En ja, vandaag deel ik weer zijn favorieten. Als eerste een favoriet van mezelf. Dat is dit boek. Dit is een fotoboek van de HEMA. En het kaartje is ook van de HEMA. En daarin heb ik eigenlijk alle, zeg maar, Niels zijn geboortekaartje gedaan. En ook alle kaartjes die wij hebben gehad, zeg maar, met zijn geboorte, heb ik erin geplakt. Dit even te laten zien zonder al te veel zooi te maken. Zo, dus zo heb ik gewoon allemaal kaartjes erin gedaan. En het lijkt me leuk, omdat hij dat dan op een gegeven moment een keer terug kan kijken. En ik dacht, ja, hoe bewaar je die dingen anders? Dus zo. Dus deze, het is een van mijn persoonlijke favorieten. Dan een favoriet van Niels. En dat is dit ding. Dit heeft hij van mijn moeder gekregen. We waren eigenlijk op zoek naar iets van blokken waarmee hij kon stapelen. En toen ontdekte zij dit. Dit is van Jayco. En dit is het zijn 10 kubussen. En het is echt super leuk. Het is een toren van 90 centimeter hoog. En het zijn dus 10 blokken. En alle zijden van de blokken hebben een ander plaatje. Dat is logisch. Maar als in de ene is een weg waarin van grote auto's naar steeds kleinere vervoersmiddelen tot een bijtje op rolschaatsjes. De andere zijn gewoon een aantal poppetjes. Weer een ander onderdeel. Dat zijn een soort flatgebouw met allerlei beestjes die uit de ramen kijken. En de laatste is allemaal ook autootjes en scootertjes en bussen en dingen in getallen. Dus bijvoorbeeld 9 auto's of 2 bussen. Dus dit. En dat vindt hij echt super leuk. Hij vindt de doos zelf ook fantastisch trouwens. Maar het is gewoon, ik zal even het kleinste laten zien. Dit zijn dus de blokjes. Dus hier zie je zo'n een beestje uit een hotel, zeg maar. 3 autootjes. Een poppetje en een weggetje omhoog met een visje erop. Nou, dan heb je hier, nou, kan je ze dus zo op elkaar zetten. Dan heb je zo de weg en zo de poppetjes. Nou goed, je snapt het punt. En dit is zijn favoriete blokje. Dit is het kleinste blokje. Zo, met een bijtje. En die vindt hij het allerleukst. En daar loopt hij de hele dag mee rond te slepen. Maar ik vind het ook heel mooi om gewoon de hele toren in één keer om te gooien. En hij vindt het ook heel leuk om te proberen, zeg maar, dit allemaal uit de doos te krijgen. Het is heel multifunctioneel. En hij vindt het ook leuk om de doos zo te tillen. Multifunctioneel. Dat is een nieuwe winterjas. En dit is een jas van Hennes. En ik vind het echt een hele fijne jas. We hadden vorig jaar een jas van de Prenatal. Die heeft hij eigenlijk nooit aangehad. Omdat als baby eigenlijk helemaal geen jas aan hebt. Want je zit altijd heel dik ingepakt in je kinderwagen. Het was ook niet heel koud vorig jaar winter. Maar dit is een hele fijne, soepele jas. En dat vind ik heel prettig. Want sommige zijn heel stijf. En dan kan ik niet goed in bewegen. En deze is heel lekker soepel. Hij is gewoon stoer, donkerblauw. Met een soort nep leren details. Een capuchon die je er ook makkelijk af kan halen. En hij is gewoon lekker warm. Ik heb hem maat 86 genomen. Ik hoop dat hij daar de hele winter mee door kan. Ik heb 1 maat groter genomen dan wat hij nu heeft. En daarbij heb ik een aantal, zoals een setje van 3 wandjes van de Hennes. En toen zei mijn schoonmoeder, daar moet je eigenlijk even zo'n koord aan doen, dat je die wandjes niet kwijtraakt. Nou, dat is inderdaad iets wat wij vroeger altijd hadden. Dus mijn moeder heeft aan alle wandjes, want het is in 3 pakken, heeft ze een koordje gemaakt. En die kan je dan zo door de mouwen doen. Zo, en dan zit hij zeg maar eigenlijk zo. En dan kan hij dus niet die wandjes kwijtraken. Die bungelen dan zo onder zijn mouwtjes en dan kan hij ze niet kwijtraken. En dit heeft ze gewoon heel simpel gehaakt. Is vrij eenvoudig te doen. Dus super handig. Dan het laatste dingetje in de categorie buiten. Daar viel iets.
Ik weet niet wat het was. Het was niet Niels, want Niels is in de woonkamer. Met mijn vader. Zijn deze schoentjes. Ik heb ze al eerder laten zien, maar inmiddels zijn ze in gebruik. Dit is van het merk Bobux. Is een merk uit Nieuw-Zeeland. En deze zijn echt gespecialiseerd in kindervoetjes. Want daar heb je gewoon hele flexibele schoentjes bij nodig. En dat zijn dit. En dit kreeg ik ooit als tip van een collegaatje. Ik heb deze ooit een keer in de sale gekocht. En ik heb toen gegokt wat voor maat die zou nodig zou hebben. Raad ik je ook gezien aan. Ik heb wel zijn voeten gemeten. En toen dacht ik, nou, het wordt waarschijnlijk nog iets groter dan dit. En ala. En er stond van, je kan hem 1 maat kleiner en 1 maat groter. Zeg maar, als hij, dit is maat 21. En je kan ze dus al vanaf maat 20 aan. Nou, en deze heeft hij eigenlijk nu altijd aan buiten. Heel makkelijk met klittenband. Vindt hij zelf ook heel leuk om te doen. En hij kan er ook gewoon lekker op stappen. Oh, hij wordt een beetje onrustig, want hij is een beetje moe. We gaan vrolijk door. Dan deze. Dit is een Woezel en Pip loopwagen. En deze vond hij al heel lang leuk. Hij loopt nu, ik denk al, hij is nu 11 maanden volgens mij. Vanaf een maand of 9 begon hij al te stappen achter de loopwagen. En nu stapt hij, voorheen hadden we er een zak aardappelen of een zak sinaasappels of zo in liggen om hem te verzwaren. Maar nu loopt hij gewoon los, daarmee heeft hij genoeg balans en hij vindt het fantastisch. Hij loopt er de hele dag mee heen en weer. En hij vindt het ook heel leuk om die klepjes open en dicht te doen en aan die kralen te trekken. Dat vindt hij prachtig. Een hele fijne budgettip voor een cadeautje is deze. En dit is een sleutelbos. En nou denk je, ja, maar ik laat hem liever niet met mijn sleutelbos spelen, dat snap ik. Maar dit zijn gewoon oude sleutels, ik weet niet eens meer waarvan ze zijn. En dat is natuurlijk super handig, want die kan hij gewoon kwijtraken, zeg maar. Daaraan heb ik een sleutelhangertje gedaan, deze had ik toevallig nog liggen, zijn fietsje. Je moet natuurlijk wel uitkijken dat het niet iets is waar hij in kan stikken of zo. Maar hij vindt het hartstikke leuk om mee te spelen. Hij sleept er de hele dag mee door het huis. Ook in de categorie budgettips om mee te spelen is dit. En dit is een 3D bril, zoals je kunt zien. En deze is gewoon van de Pathé Bioscoop. Maar hij vindt het super leuk om brillen op en af te zetten bij andere mensen, bij zichzelf. En hij vindt brillen gewoon heel fascinerend. Hij heeft er al een aantal gesloopt. Maar ja, die 3D brillen die krijg je gratis. En ja, eerlijk is eerlijk, ik vergeet ze altijd weer mee te nemen naar de volgende film. Dus zeker een leuke tip als je nog een paar hebt liggen. Dan Duplo. Hij vindt Duplo blokken extreem fascinerend. Hij vindt het vooral leuk om als hij 2 blokjes heeft de hele tijd ze uit elkaar te trekken. En dan te kijken of ze weer in elkaar doet. En dat ziet er echt super grappig uit. Want dan gaat het zeg maar zo. Heel schattig om te zien. Maar 2 blokken in elkaar vindt hij prachtig. Hij wordt heel onrustig, dus ik moet echt een beetje doorgaan gaan filmen. Dan de bibliotheek. Want ik weet niet hoe dat in andere steden is, maar in Utrecht krijg je in ieder geval als babytje een abonnement op de bibliotheek. En dat vindt hij hartstikke leuk. Hij gaat elke dinsdag pas mijn vader op en dan gaat hij dus met opa naar de bibliotheek. En dan krijg je dan zo'n plastic zak. En die plastic zak vindt hij al fantastisch. En die kan je dan zo openmaken en dan zit er een boekje in. Hij kiest dat zelf uit met opa. Dat is hartstikke leuk. Maar echt een tip, kijk of je gemeente dat aanbiedt. Volgens mij is dat gewoon iets landelijks. En ga lekker naar de bibliotheek. En dan kan je gewoon om de zoveel tijd even nieuwe boekjes uitzoeken. Had ik er meer liggen? Nee, dat was het. Volgens mij de laatste die ik liet wel een keer zien is dit. En ik heb er nog maar gezocht, maar het bleek niet zo makkelijk. Deze is gewoon van de prenatal, maar ik zag het bij de prenatal niet liggen. Dit is een slaapzak geschikt voor de Maxi Cozy. Nou moet ik zeggen dat Niels nu doorgaat naar de gewone oudstoel. Maar dan nog zit hij vast, zeg maar. En kan je hem dus niet slapend erin zetten. Maar dit heeft dus een gat. Dus hier kan je hem gewoon makkelijk inzetten in de Maxi Cozy. Dus als hij ergens heeft geslapen en je wil hem meenemen naar huis. Maar je hebt zoiets van, dan moet ik hem weer helemaal omkleden. En dan wordt hij wakker. Hier kan je hem dus slapend en wel inleggen, vastmaken. Super handig. Maar ik heb er dus naar zitten kijken. Want ik kreeg een aantal mensen een aantal keer de vraag waar die van is. Ik heb hem van een collegaatje gekregen die hem niet meer gebruikte. En ja, hier staat dus prenatal. Maar daar zag ik ze niet. Maar als je kijkt online, dan vind je wel het een en ander. Ik moet zeggen dat ik wel een aantal wat duurdere zag. Dus ik zou zeker even goed zoeken. En dat is het. Dat zijn eigenlijk Niels' zijn favorieten van de afgelopen tijd. Ja, ik ga binnenkort ook weer een update doen. Want we gaan aanstaande vrijdag, voor jullie is het dan alweer later. Maar we gaan aanstaande vrijdag weer naar het consultatiebureau. Dus daarna komt er zeker weer een update van hoe het allemaal met hem is. En ja, ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. Laat ook vooral jouw favorieten van jouw kindje achter. Jongetje, meisje, maakt niet uit. Alles is natuurlijk leuk. En zet er ook even bij hoe oud ze dan zijn. Want dat is wel makkelijk. En ook voor cadeautips en zo is het altijd heel praktisch. Zeker zo
rond de feestdagen. Dus let me know hieronder. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel.